Ik ben Hero en ik sta hier voor Amnesty International. En we hebben hier een gevangenis neergezet, zodat mensen kunnen ervaren hoe het is om terecht opgesloten te zitten. Omdat op heel veel plekken in de wereld mensen zonder proces worden vastgezet. Wij zijn hier eigenlijk om een beetje mensen daar bewust van te laten worden. En je kan in de gevangenis gaan en dan ervaar je dat zeg maar een beetje. En we zijn aan het actie voeren om ervoor te zorgen dat die mensen eerder vrij worden gelaten. Door bijvoorbeeld politieke druk uit te oefenen. Gewoon ervoor te zorgen dat mensen weten dat er dat soort dingen gebeuren. En daarvoor staan we hier eigenlijk. En die gevangenis is gewoon leuk erbij, zodat mensen toch een beetje wat tastbaars hebben. Aha. Dus vandaar. En waarom heb je politie goed je? Nou, omdat we dan mensen zeg maar aanhouden, zeggen we stop. Net alsof ze zeg maar zomaar opgepakt worden. En zoals het ook in die landen gebeurt. En daarom doen we dat nu hier zeg maar voor de grap. Zodat mensen toch daar meer een idee van krijgen. Mensen kunnen een petitie tekenen, dat ze laten zien dat ze ook vinden dat die mensen vrijgelaten moeten worden. Maar mensen kunnen ook donateur worden, dat ze ons gaan steunen. Daar hebben we ook heel veel aan, met dat geld kunnen we natuurlijk ook heel veel andere dingen doen. Maar je kan dus hier kiezen of je gaat de petitie tekenen of je gaat lid worden. Eén van beide.